Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland. We gaan het hebben over het culturele programma van Amsterdam komend jaar. We staan op de Uitmarkt. Er wordt gesproken over dans, toneel, muziek, cabaret. Alles wat binnen dit spectrum valt. You're like the perfect person to spray on. You need it. You look very hydrated. In één woord, wat kunnen we verwachten? Heel veel makers die met z'n allen laten zien wat zij allemaal van plan zijn komend seizoen. En ja, dat is al overweldigend wat je nu ziet. Ja. Dus dat wordt alleen maar een heel goed cultureel seizoen. En als je dan nou in één woord moet samenvatten, de sfeer? Behalve hitte, want het is vrij warm vandaag. Bijzonder. Bijzonder. Voel je de wielen onder je voeten gaan? Harder dan je durft, maar je doet er niets aan. Nee, je hebt al veel te lang voorzichtig gedaan. Sta je ineens op een skateboard, op zoek naar een antwoord. Ik sta hier met Matrushka, yes. Met Lisa en met Janneke. Ja. De voorstelling, Brainwash. Wat kun je erover zeggen? Nou, wij maken techno-cabaret. Dat houdt in dat... Ja, dat heb ik gelezen, maar ik had geen idee wat dat is. Nee, wij zijn een soort evangelisten voor techno-cabaret. We zijn ook de enige twee die dit doen in heel Nederland. De voorstellingen gaan heel erg over de actualiteit. En we dachten, we willen ook de muziek van nu daarbij. Dus normaal heb je bij cabaret wel een beetje hoempa piano of zo. En we dachten, nee, we gaan gewoon hele vette elektronische beats eronder zetten. En dat bleek eigenlijk een gouden greep te zijn. Mijn kinderen zijn niet ingeënt. En die strompelen toch ook niet als Lucille Werner rond? Dat zeggen we hier niet. In OSB. Ons soort bubbel! In onze nieuwe voorstelling gaat het heel erg over nep en echt. Ja. En dit is een uiting van wat is nou precies echt en wat is nou precies nep. En ja, ik vind dit verschrikkelijk als mensen dit om hebben. Ja. Dus daarom doen we het om. Daarom doen we het ook. Wat is een nep aan jou? Wat zeg je? Wat is een nep aan jou? Nep aan mij? Ja. Nou, dan kan je beter aan Chris vragen. Wat is een nep aan haar? De lippenstift. Echt? Nee, andersom. Wat is een nep aan hem? Zijn snor. Nee hoor, nee. Maar als mensen komen kijken, wat kunnen ze zien? Absurdistisch, muzikaal, dynamisch, dansant, theater. Het zijn allemaal korte sketches, een minuutje of twee. Veel muziek, alles staat eigenlijk op muziek. Ja. En veel gekte. Echt hele weirde, rare dingen. Batman, hey! Yes, ik had hem. Het is wel een hele neppe Batman, moet ik zeggen. Cherish! Hi! Bedankt dat je even op ons wilde wachten. Ja, geen probleem. Het was Batman, daar moet je even heen, toch? Ja, Batman is in spotlight, zo. Snap je? Hey, maar jij hebt een optreden net al gedaan op de Fringe stage. Een sneak heb ik laten zien. 2 minuutjes. Het is niet echt uit de voorstelling, maar iets wat met de voorstelling te maken heeft. Want je voorstelling heet Jezebel. En dat gaat over video vixens. En nou ben ik een hip-hop meisje in hart en nieren. Maar misschien moet je toch uitleggen wat een video vixen is. Ja, video vixens zijn modellen die werden voornamelijk in hiphopclips eind jaren 90, begin 2000, in videoclips gezien. Schaars gekleed, mooie vrouwen. Maar waarom ik zo gefascineerd ben door dit fenomeen, is omdat het toch wel wat triggert. Ik ben zelf een zwarte vrouw. En wat doet het met de representatie van de zwarte vrouw in de massmedia? De video vixen heeft de laatste 20 jaar is heel wat getransformeerd. Ze is nu een Instagram model of ze is de rapper. En hoe ze hun seksualiteit ook als empowerment gebruiken, vind ik heel fascinerend. En daar doe ik onderzoek in. Mag ik nu meedoen? Niet oké. Wil je erin komen? In de voorstelling misschien? Wat zei je? Wat zei je? Wil je met me meedoen? Ik ben nu met je aan het meedoen. Ja. Maar doe ik het goed? Vind je het goed? Je doet het heel goed, ja. Nog iets meer in de knieën en een beetje attitude. Een beetje attitude. Ja. You're confident, you know it. Confident. Je brengt me echt super lekker in de kunstmeisjes. Kan iemand uitleggen wat dat precies inhoudt? Voor de mensen die het niet kennen. Wij zijn drie vrouwen, zoals je ziet. En we schrijven over kunst op een hele toegankelijke manier. Mm-hmm. Dus we hebben een website
een blog. En daar schrijven we wekelijks recensies over tentoonstellingen in galeries of in musea. Nou, je gaat naar een museum en je loopt natuurlijk langs al die schilderijen. En soms dan loop je er zo snel langs dat je misschien kan missen wat er nou zo leuk aan is. En dit is een van onze favorieten. Ja. Het hangt hier. Nou, wat we dan gaan doen, is dan ga ik heel even iemand erbij vragen. Ja? Mogen jullie even de tijd vullen? Kom zo terug. Mevrouw, welkom. Hallo. Oh, even. Anneloes. Connie. Dag Connie. We zijn hier met de kunstmeisjes. En de kunstmeisjes hebben een boek gemaakt over 50 kunstwerken. Ja. Het gaat ook heel erg over wat je ziet in een kunstwerk. Dus onze vraag was, wat ziet u hier? Een moeder met een kind. Niet spieken, hè, naar de titel. Nee, maar ja, het lijkt me voor de hand liggende titel. Ik zie engelen. En ik zie een meneer, dat zou haar vader kunnen zijn, of de opa. Valt u nog iets op aan het kinderke Jezus? Is het kinderke Jezus? Nou, hij heeft een sixpack lijfje. Kijk. There you go. Bingo! We staan hier bij de Trekschuit en dat was eigenlijk de Intercity uit de Gouden Eeuw. In 2 uur ging je van Haarlem naar Amsterdam en terug en op een heel goede dienstregeling. Ja, want die mobiliteit van toen is nu ook erg belangrijk, hè? Absoluut, ja. Dat zijn we nu ook nog mee bezig. Dus daarom zijn dit gewoon hele mooie thema's om op deze manier te laten zien aan een groot publiek. Hebben we lieve jongens nodig? Ken jij de uitspraak boys will be boys? Ja. Ja, dus dat gaat een beetje over dat heel veel mensen denken dat heel veel jongens een beetje hetzelfde zijn. En stoer zijn en sterk zijn en dapper zijn en de leiding hebben en dat soort dingen. Maar het blijkt dus dat jongens dat niet alleen maar zijn. Ze zijn ook lief en zacht en open en eerlijk. En ik vind het heel belangrijk om dat te laten zien. Dus die kant laten wij zien in Boys Won't Be Boys. Nou ja, kijk, ik was dus eerst in mijn eentje met een solovoorstelling. Daarmee deed ik ook mee aan het Amsterdams Kleinkunstfestival. Ja. Maar ik voelde me eigenlijk best wel eenzaam. Omdat mensen dan tegen mij konden zeggen van, nou, dat jij een jurk aan hebt, dat support ik. Maar ik heb zelf die behoefte niet. En dan dacht maar heel even, misschien nou eerder, heb jij elke dag een jurk aan? Nou, wel vaak. Op straat ook wel eens. Meestal korter. Nou, vind het behoorlijk kort. Nee, maar ook wel eens een broek natuurlijk, als het koud is of zo. Ja. Ja, Anneloes, ik sta nog steeds bij het Fringe podium hier op de Uitmarkt. Want het is hier gewoon het allergezelligst. En ik ga een beetje rondlopen en mensen sprayen. Jullie zien er wel uit alsof jullie een spreetje nodig hebben. Er was een wesp in mijn gezicht. Hi. Hey, volgens mij zag ik jullie net op het podium staan. Ja. Je hebt haar moeder echt compleet uitgescholden. In de voorstelling. Oh, ja. Ik dacht even van... Want doe je dit vaker, moeders uitscholden? Ja, normaal alleen op het podium, ja. Oh ja, want in het dagelijks leven scheld jij geen moeders uit? Nou ja, alleen mijn eigen moeder. Wat is je favoriete scheldwoord? Oh, wat erg. Oh, dat ga ik niet zeggen, hoor. Nee, oké. Als het is... Okay. Sowieso fuck. Ik zeg heel vaak of kut. Kut of fuck. Ja, kut vind ik ook wel lekker. Vertel jij heel even snel waarvoor het telefoonnummer is? Dus je kan het bellen en dan kan je alvast een aantal performers, 15 performers, kan je alvast horen. En dan kan je kiezen wie je wil. Je kan een workshop zelfliefde doen. Ja. Je kan een liedje luisteren, je kan een gedicht horen. Ik begreep dat we nummer 3 gingen kiezen, toch? Ja, we gaan even 3 doen, denk ik. Wat horen we bij 3? Kijk, dit ben ik. Playbacken. Van elkaar te weten. Ah,
Dus ik kan gewoon live, als je in bed ligt of zo, kan je dit bellen. En dan hoor je mij in je oor zingen. Ik ga zo meteen optreden op het Fringe Festival. Wat ga je doen? Ik ga met Ruben Sanchez, is een hele toffe self-made danser en zanger en entertainer. Doe je iets geks? Ik weet wel iets geks. We doen een soort bunny dance. Okay. Dus het is heel leuk. Het is vooral heel, heel uplifting. Dankjewel. Yes. Wat ziet er mooi uit, schat. Bedankt. Wat is dat? Dat is mijn roos. Heb ik zelf gemaakt. Dat is voor mijn voorstelling. Iedereen doet een voorstelling hier. Ja. Amsterdam Fringe. Where did the rabbit go? Right. Ja, maar vertel even iets meer. Want je hebt ook hele toffe schoenen aan. Daar ben ik heel jaloers op. Ja, bedankt. Jullie zijn allemaal moves. Ja, ik ga lekker dansen zometeen. Je bent nu een reizende choreograaf. Klopt, ja. Heb je iets meegenomen van dat lucht- en ruimtevaarttechnieken in jouw dans? Ja, ik probeer het zelf altijd een beetje te ontkennen. Maar de mensen die mijn werk heel goed kennen, denken iets ervan te kunnen herkennen. Wat dan? Ja, een soort heel heldere structuur die ik in mijn werk aanbreng. En die kennelijk voortkomt uit een heel diep nadenken en een bepaalde helderheid proberen naar boven te brengen. Maar nogmaals, ik probeer zelf altijd te ontkennen dat het iets met elkaar te maken heeft. Nou, we hebben een kort fragmentje. Gaan we even kijken of mensen dat misschien zien. Nee, is goed. Gershwin, is het eerste waar jij aan denkt als je dit ziet, structuur? Nee. Nee, het ziet er juist heel vrij uit. Applaus voor Roué Verveer, cabaretier, stand-up comedian die al sinds 2002 op het podium staat. En dit seizoen staat met maar liefst 3 shows in het theater. Maar ik bedoel, kerst in augustus. Kerst is altijd dan. Kerst is een gevoel. Maar dat kan toch niet? Het gevoel kan je nog altijd hebben. Kerst, wat vind je zo leuk aan kerst? Mensen zijn ineens lief voor elkaar. Mensen wensen elkaar het beste toe. Er is liefde ineens voor alles. Waarom kan dat niet het hele jaar door? Nou... Dus dat wil ik doen gewoon, kerst en augustus. Hé, maar ik heb begrepen dat jij dus helemaal weg bent, een obsessie hebt met kerst. Ja, vrienden worden helemaal gek van mij. Wat is dat? Ik weet niet, het is dat gevoel. Ik wil dat gevoel houden van waarom kan het dan alleen en niet het hele jaar door. Ik hou van dat kerstgevoel, dat elkaar, mensen lief zijn voor elkaar en dat het vrolijk is. Het is altijd vrolijk. En ik ben een vrolijk mens, dus ik wil het hele jaar door kerst. Hey, jullie show heet Pussy Grabs Back. Dat klopt, ja. En dan moet ik gelijk aan Trump denken, dat wil ik niet, maar dat gaat automatisch. Ja. Tell me more. Nou ja, dat klopt ook. Je mag direct aan Trump denken. We hebben een feministische burlesque show. Dus burlesque is een sexy theaterkunst met strippen erbij. En dan denk je vaak, nou, dat is niet zo feministisch. Maar onze burlesque show is super feministisch. En daarom hebben we ook voor die titel gekozen, Pussy Grabs Back. Wij denken dat er heel veel kracht uitspreekt, maar het zegt ook wel iets over de maatschappij nu. Ze hebben een stad naar ons vernoemd. Door de bergen getrokken, maar ongevaard gebleven. Gedragen door alle kleuren, alle goden, alle vormen. En ik hoop zo dat het klopt, onze naam. Ongeacht dat we weten waar vandaan of ver vandaan nog steeds representen. Dat het een begrip is, maar geen grip. Alle kanten, alle goden. Dat we bestaan in relatie tot onze sociale positie. Ik sta voor jullie. Jullie staan voor mij. Dus we staan voor elkaar. En lekkere jazz, er is eigenlijk voor alles te doen. Maar ik ben dus ook heel benieuwd hoe de bezoekers het hier vinden. Waar zij zich op verheugen als het gaat om het culturele seizoen. Dag dames! Oh, is het nu al zo warm? Ja. Ja? Ja, we staan hier al een tijdje, dus dan is het... Dit is de opening van het culturele seizoen, hè? Waar denk jij eraan? Waar ga jij het liefst naartoe?
bedoel qua culturele dingen. Ja. Nou, dit soort dingen. Ja? Sabrina Stark, ja, uiteraard. Laten we even naar haar gaan kijken. Ze is prachtig. Ja. Wat is zo fijn aan Sabrina Stark? Haar stemgeluid is echt een van de mooiste stemgeluiden. Net zoals Indiana Arie, ja, Nina Simone ook natuurlijk. Dus, ja, wat doet dat met jou? Ik word daar heel blij van. Heel even, we moeten dit wel even laten zien. Want ik dacht eerst dat het een beetje echt was. Er zit veel lucht onder, gebakken lucht. Ja. Kan je me iets vertellen over je voorstelling? Ja, zeker. Zou ik even mijn normale stem gebruiken? Ik denk dat dat wel handig is. Wij zijn van theatergroep Bender en Heist en we spelen de voorstelling Donkey Wie. Zie hier de flyer, ik hou hem eerst op zijn kop. Nina Simone, ja, grote inspiratie. Natuurlijk haar muziek, maar vooral ook waar zij voor stond. Zij heeft eigenlijk haar muziek gebruikt om bepaalde thema's die er gaande zijn in de wereld. Zij gebruikt heel erg haar muziek om bepaalde elementen in de wereld naar buiten te brengen, om bespreekbaar te maken. Juist, precies. En dat doet ze op haar eigen manier. Ik bedoel, ik denk dat iedereen Nina Simone kent. Het is een krachtige vrouw, het is een vrouw met een verhaal. Mm-hmm. En zij inspireert mij ontzettend. Alabama's got me so upset. Tennessee make me lose my wrist. Ain't got no skirt. Ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. My baby just cares for me. Heren, wat vinden we ervan? Ik vind het wel grappig. Ik ken ze niet, maar ik vind het wel gewoon wel grappig, ja. Dus dat. Ja. Ja. En nou, houdt op. Ja, dat is verrassend in ieder geval, ja. Ja. Is dit de eerste keer bij Fringe? Ja, ik weet niet, waar staat het eigenlijk voor? Dat is een hele goede vraag, maar je kan hier zeg maar echt helemaal jezelf zijn. Zeg maar, vrije geesten vinden hun plek bij het Fringe Festival. Ja, volgens mij ken ik het wel uit Schotland, hè? Edinburgh. Daar heb je een groot festival. Ja. Dus ik ga het een beetje volgen. Oké, leuk, succes. Dankjewel. Have fun. Jij ook succes. Dankjewel. Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.